De Cadix vertaal- en controlemodule is een handig hulpmiddel om je bibliotheken te controleren en om te vertalen. De eerste stap is dat je alle gegevens uit je bibliotheek gaat ophalen en overzet naar Excel. Dat doe ik hier met de Dynamo script ophalen bibliotheek. Ik heb hier een veld ingesteld die ik wil gaan ophalen en deze komt in de Excel document terecht. Dan zien we hier bibliotheek vertaling description. Je kan bijvoorbeeld ook de URL, ook een veld binnen de bibliotheek, kan ik ophalen. Daar komt gewoon een nieuw tabblad voor. Ik kan ook met het veld model. Ieder veld wat type is, kan je op deze manier regelen. Nou, ik zal je laten zien. De eerste kolom is de family naam en type naam. Tweede is de categorie waar die in zit. En de derde is je huidige taal. Er staat nu NL boven, maar dat kan natuurlijk net zo goed veranderd worden. Ook is het mogelijk om meteen de vertaling in te stellen. Stel dat ik hier een stuk selecteer. En dan kan ik hier naar controleren, vertalen. En hier komt de vertaling al in beeld. Ik heb hier de Franse vertaling. Nou, selecteer ik hem, kopiëren. Ik ga naar de positie waar ik hem wil plakken. En ik kies voor plakken speciaal. En ik plak hem als tekst. En er zit al de vertaling erin. En zo kan je iedere taal kiezen die binnen Excel beschikbaar is. Ik heb al een document aangepast met de juiste talen. Heb ik de description heb ik daarin vertaald. En die zal ik nu laten zien hoe je die vertaling naar binnen haalt. Je kan ook dit systeem gebruiken om je velden te controleren. Je kan heel snel zien welke omschrijving je gebruikt hebt. Je kan ook sorteren, zodat je ziet of er ook verschillen zijn in de omschrijvingen. En eventueel kan je het dan hier ook aanpassen en dan opnieuw in je bibliotheek inlezen. Dat geldt ook voor een URL. Mocht dat niet kloppen, dan zie je het gelijk. Je kan het heel makkelijk zien en je kan het ook weer heel makkelijk aanpassen. De volgende stap wordt het inlezen van de vertalingen. Ik ga eerst kijken hoe de vertaling nu is. Ik selecteer een object, ga naar Edit Type. En ik zie hier onder Description wat nu mijn description is. Nou, dat kan ik hier ook doen voor stel een ladder. Edit type. En ik zie hier wat nu de huidige benaming is. De volgende stap wordt het zetten van de taalkeuze. Hier ga ik selecteren het bestand met de vertaling erin. Ik kies het veld en ik kies hier mijn taalnummer. Waarbij op dit moment 3 voor Engels staat. En ik klik op Run om de taal in te gaan stellen. Nou, we gaan kijken of de vertaling ook verwerkt is. Ik ga naar Edit Type. En ik ga naar beneden en zien dat er nu inderdaad een andere taal is ingesteld. Dan ga ik ook voor de ladder kijken. Edit Type. En we zien dat hier nu al de Engelse taal is ingesteld. Nou, hetzelfde kan ik ook voor de Franse taal doen. Ik klik weer op Run. En wacht tot alles verwerkt is. We gaan weer kijken. Edit type. En zie nu een Franse vertaling. Ga ook bij de ladder kijken. Edit type. En zo zien we hier de Franse vertaling. Nou, zo is het dus heel eenvoudig om vertalingen door te voeren. Eventuele foutmeldingen, die komen onder de errors terecht. Die worden automatisch toegevoegd. Hier zijn de vertalingen. En bij het wegschrijven wordt hier de error tab gevuld voor eventuele nieuwe families of voor als een omschrijving van het veld wat je gekozen hebt niet bestaat. Samenvattend, met de vertaalmodule en controlemodule van Cadix kunt u uw bibliotheek snel controleren en u kunt hem ook heel snel vertalen. Wilt u meer weten over deze scripts, dan kunt u contact opnemen met Cadix, zodat we ook dit script bij u kunnen introduceren en zo nodig op maat kunnen maken naar uw wensen. Bedankt voor het kijken.